feiten, waar situeert zich dat? Dat is achter de hof van de directeur in Beringenmijn. In onze tijd, als je dat zo mag noemen, noemen ze dat eigenlijk de geitenhok. Schoonste momenten voor u, als je nu terugdenkt over die periode, hè, van 1949 tot 1960. En ik zeg Café de Kegelbaan, want wat denk je dan onmiddellijk? Wat zijn uw mooiste momenten die dan naar boven komen? Ja, schoon momenten. Maar lief, er is zoveel gebeurd, hè. Er is zoveel gebeurd, hè. Daar waren moeders die kwamen hun dochter presenteren aan mij. Ja, dat moet er ook weer zijn, dan. Ik ging niet, dat zijn schoon momenten. Voor de trouwen? Ja, dat zeggen. En ofwel kwamen ze door de week en dan zeiden ze, hier de sleutel, hè. En ik dus een dochter met halen, die kwam aan de put van de bus af en ik had er me mee naar thuis. Ja. Ja, en dat is een goede zoon van een cafébaas, heb je dat maar gedaan. Ja, je moet die doen voor de klant, hè? Ja, zeker. Ja, dan bleef die ook maar langer zitten.